Ga op zoek naar het getal E. Dat is een speciaal getal en we zullen zien waarom. Laten we op zoek naar dit getal dus beschouwen een groeifunctie. Bijvoorbeeld de functie g tot de macht x. Die kennen jullie allemaal wel. Daar kan eventueel nog iets voor staan. Een constante maal c tot de macht x. En die functie die ziet er als c1 is en ziet er zo uit. Bijvoorbeeld. Of zo. Of zo. En wat je ziet is dat die altijd door het punt 0, 1 gaat. Waarom is dat? Omdat voor de waarde x de uitkomst altijd 1 is. Stel ik neem g, ik neem voor g 2. Dus dan heb ik 2 tot de macht 0. X-waarde. Dan is de uitkomst 1. En dat zie je dus hier. Dat is dus de y-waarde. Dat verklaart waarom ze allemaal door dat punt heen gaan. Oké. Laten we eens gaan kijken als we die functie gaan afluisteren, afgeleiden gaan bepalen. Als we gaan kijken wat de hoek is, de rechtscoëfficiënt van de raaklijn, dus de definitie van afgeleiden van een van deze functies. Laten we uitgaan van het grondtal 2. Dus concreet, fx is 2 tot de macht x. Dan is de afgeleide van 2 tot de macht x is wat ze noemen 2 tot de macht x, hetzelfde, maal een constante. En die constante die wordt uitgedrukt als het natuurlijke logaritme van het grondtal van het getal g, en in dit geval was dat 2, dus dat betekent dus dat het ln 2 is. Oftewel, de afgeleide van 2 tot de macht x is 2 tot de macht x maal ln 2. En ln 2 is een natuurlijk logaritme, er zit ook een knop, er zit een knop op de rekenmachine en daarmee kun je dat uitrekenen. Als je dat doet, dan zul je zien dat daar dat getal, die ln 2, dat is bij benadering 0,693. Als je gaat kijken naar, als we nou gaan kijken naar 3 tot de macht x, dan geldt hetzelfde functievoorschrift. De afgeleide is gelijk aan de functie zelf. 3 tot de macht x maal ln van 3. En als je dat uitrekent, als je dat invult, dus ln 3 ook weer hier. Dit is een constante. En die waarde is, ik zal hem hier even op dezelfde hoogte zetten, ln 3. Is ongeveer 1,098. Dus dit is kleiner dan 1, veel kleiner, 0,7 ongeveer. En dit is groter dan 1. Nou, laten we eens kijken hoe dat eruit ziet. Ik heb een slider gemaakt op Desmos.
Hier zie je dat. Je ziet hier een functie gx met zijn afgeleide. Dus de rode functie is, dat is de rode lijn, dat is de functie gx. En het grondtal hier is 1,3. En de groene lijn is de afgeleide. Dat is lng, dat is de natuurlijke logaritme van hetzelfde grondtal, maal de functie. En als ik ga sliden ermee, dan zie je dus voor het getal 2, wat we net hebben gezien, even dat ding netjes op 2 zetten, dat de groene lijn, de afgeleide, eenzelfde vorm heeft uiteraard als de functie zelf, maar hij valt, hij zit eronder. En hij zit er namelijk hieronder, dit punt wat we hier beschouwen, dat is precies die 0,96 op x is 0. Dus het verschil hier, waarvan we hadden gezegd L en 2, dat is hier die 0,069. Of 0,693. Dus 0,693, dit getalletje hier. Als ik hem naar 3 breng, en ik ga er dan kijken, dan zie je dat die 1,09 die in dit geval 9,9 is. Ik had zelf gezegd 0,98, maar het zit dus heel dichterbij. En dat zou betekenen dat ergens, als ik dan even dit doortrek, dat er ergens een punt is tussen een grondtal van 2 en een grondtal van 3, waarbij de afgeleide gelijk valt, samenvalt met de functie. Kijk maar, dat is ongeveer hier. Dus op het oog zijn ze nu, vallen ze gelijk. En ze gaan dus allebei dan door 0,1. En we zien hier dat hier een grondtal is van circa 2,7. Nou, laten we daar eens... gaan we even terug. En die teken het even hier. Dus blijkbaar is er voor een grondtal, als ik een fx heb, met een grondtal van 2,7 tot de macht x, dan is de afgeleide, is dan die 2,7 tot de macht x maal ln 2,7. Maar dit is 1, oftewel deze vallen samen. Nou is die 2,7 is een grove benadering. En als we dit gaan uitrekenen, we gaan de formule afleiden, dan kom je uit op een getal. Dat is 2,7182 en dan gaat het door. En dat is het getal E. Dus E is het grondtal waarvoor geldt dat de afgeleide gelijk valt met hetzelfde getal, met dezelfde uitkomst. Oftewel, het is een beetje een klierenbol op dit scherm, fx is e tot de macht x. Die e heb ik nu gelijkgesteld aan 2,7182, dat is die getal. En dan is de afgeleide is ook e tot de macht x. En dit geldt maar voor, dus als het gelijk is aan elkaar, dat de afgeleide gelijk is aan de functie, dat geldt maar voor één getal, voor één grondgetal, en dat is het getal e. Nou, hoe komen we nu aan die afleiding? Hoe komen we nou aan die afgeleide? We hadden gezegd, fx is g tot de macht x. En de afgeleide, wat hadden we gezegd, is dan g tot de macht x maal ln g. Hoe komen we daaraan? Laten we eens kijken naar, we gaan even kijken dan naar de functie. Dus ik probeer even je mee te nemen. We hebben hier een functie, een geplot, xi,
We wisten al dat hij door 0,1 ging, hè? Dat was bekend. Als we nou hierop gaan inzoomen en we willen de raaklijn langs dit punt, dus op zoek naar de, want we hadden al gezegd dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijn is, die valt gelijk met de helling in de grafiek. Dus dit is fx en dit is de afgeleide in dit punt. Dan ga je eigenlijk kijken naar, als je dan nog heel erg groot, we gaan dit weer inzoomen, dan zien we dat je dan beschouwt delta x en delta y. En die hoek hier wordt bepaald door delta y gedeeld door delta x. Dat is de richtingscoëfficiënt van een lineaire functie. Dus als je kijkt naar a x plus b van deze raaklijn hier, dan is die a, kan uitgedrukt worden als delta y, dus het verschil in hoogte op de y-as, gedeeld door de stap die je maakt op de x-as om dat verschil op die y-as te realiseren. Delta y gedeeld door delta x. Als je dat uitschrijft, dan kun je ook, mag je ook zeggen, fx afgeleid is fx, moet ik eigenlijk zeggen, fx plus dx. Dat is namelijk de x plus dat kleine stukje wat ik heb, min fx. Dan beschouw ik dus alleen het kleine stukje dx. Dus hier heb ik fx plus dx min fx. Nou, hou ik al eigenlijk dit stukje over. Gedeeld door dx. Nou, laat ik dit nog even verder uitwerken. Dit is de generieke vorm. Laten we dit toepassen op functie gx. Onze functie is g tot de macht x. De afgeleide is volgens deze formule, afleiding, is dan g tot de macht x plus dx min g tot de macht x gedeeld door dx. Ja, dus het enige wat ik nu gedaan heb is fx vervangen door gx, want dat heb ik hier, ik heb die gelijkgesteld aan elkaar. Als ik dit doe, dan zie ik, dan mag ik dat herschrijven. Ik schrijf het er even onder. Als gx maal g tot de macht dx min gx gedeeld door dx. Eventjes inzoomen. Dus dit wordt dit. En jullie kennen dat, want hier staat een, dit is een exponent. En de exponenten, als je exponenten optelt, dan weet je dat machten zijn die met elkaar zijn vermenigvuldigd. Ja, dus ik heb hier twee machten en die worden bij elkaar vermenigvuldigd. En als je dat doet, dan mag ik de exponenten optellen. Dus dat is wat hier gebeurt. Als ik dat heb, dan kan ik ook dit herleiden. En dan kan ik zeggen dat gx, dat dit gelijk weer is aan gx maal g tot de macht dx min 1. Kijk maar, ik heb dus nu die gx buiten haken gezet. Buiten haken gehaald. Dus dan blijft dit nog min 1. Ga maar naar, dit zijn ook dingen die je al lang weet. Ook uiteraard weer delen door dx. En dit is gelijk
aan gx, die mag ik er helemaal buiten halen, maal g tot de macht dx min 1 gedeeld door dx. En dit is een interessante vaststelling, omdat we nu het grondtal hebben, de basisfunctie. Dus we hebben het afgeleide is gelijk aan de functie zelf, maal een constante. En dat is heel handig, die vaststelling dat we, dat is niet alleen handig, dat is erg belangrijk, dat het constante is. Dus die is niet meer afhankelijk van de waarde van x. Alleen nog afhankelijk van de waarde van g. Nou, als je, dus je kunt dit, die waardes, omdat dit een limietstelling is en de d heel klein laat, als je die heel klein laat worden, als je die bijvoorbeeld naar 0 laat gaan, dan krijg je, hij mag niet 0 zijn, want anders zou je door 0 delen en dat is illegaal. Maar als je hem naar 0 laat gaan, dan wordt dit getal, nou, we kunnen het even uitproberen. Het heeft natuurlijk te maken met de waarde van g zelf, maar voor, waar, bijvoorbeeld voor de waarde 2. Dus ik neem jullie even mee naar dit stuk van het scherm. Als we fx is 2 tot de macht x nemen en we gaan de afgeleide toepassen zoals het hier staat, dan krijgen we 2 tot de macht x, en dat was namelijk die wat hier stond, die gx, maal 2 tot de macht, nou ik neem een heel klein getal, 0,001 bijvoorbeeld, min 1 gedeeld door 0,0001. En als ik dat uitreken, dan is dat 0,693. Dus hoe kleiner dit getal laat worden, hoe nauwkeuriger dit wordt. Dus komen, hoe kleiner die exponent wordt, hoe nauwkeuriger dit wordt. En zoals we in het vorige filmpje zagen, of in het vorige deel van dit filmpje, dit is op basis van het getal 2. Maar goed, dus je ziet dus dat dit, die constante, die heeft dus een waarde. En die waarde is afhankelijk van de waarde van g. En dat is wat ze noemen het natuurlijk logaritme. En de afkorting, of het symbool daarvoor is ln. Logarithmus naturalis, wat Latijn is, wat betekent natuurlijk logaritme. Oké, we gaan nu toepassen. We gaan wat sommen toepassen. Ik heb natuurlijk flink wat theorie uitgelegd en ik wil nu een voorbeeld geven van toepassing. Stel dat we hebben een functie fx is 2e tot de macht 4x en we willen daar de afgeleide van bepalen. Dan hadden we gezegd, oké, de afgeleide van een 1 macht is dezelfde macht. Dus dat is dezelfde functie, bedoel ik. Dus dat blijft dan hetzelfde. En dus dat betekent dat we, als we dan de afgeleide nemen, dan zou dat hetzelfde blijven. Dit stuk blijft hetzelfde. Maar dan zijn we er nog niet. Want we hebben hier een exponent die is samengesteld. En dan moet ik de kettingregel toepassen. In feite is dit weer een aparte functie. Het is niet alleen maar een exponent, maar er zit natuurlijk een x in. En 4 maal x, dus het is een aparte functie. Kettingregel moet ik dan toepassen. En die luidt als volgt voor een 1 macht. Dat als ik heb e tot de macht gx, waar we hier in feite over spreken. Dan is de afgeleide is dan e tot de macht gx, dezelfde functie, maal de afgeleide van gx.
En dus de afgeleide van 4x is 4. En die gaat dus naar voren. Dus dat betekent dat er dan staat maal 4. Of naar achteren, naar voren. Nee, dus in elk geval moet maal. En dat is gelijk aan 8e tot de macht 4x. Dus dit is één voorbeeld. We pakken nog een voorbeeld. Stel, we hebben een functie ft. Je ziet, je mag natuurlijk gewoon een andere variabele naam gebruiken. Is 25 maal e tot de macht 3t plus 1. En ik wil hier de afgeleide van bepalen. Dan kunnen we de kettingregel, moeten de kettingregel toepassen. Dat betekent dat er staat 25 maal, dus de functie zelf, die laten we gewoon zo staan, maal de afgeleide van dit stuk. En de afgeleide hiervan is 3. Kijk maar, 3t, dit is een constante, die valt weg. En dit wordt t tot de nulde, wordt 1, dus 3 over, is gelijk aan 75 maal e tot de macht 3t plus 1. Ja, dus allemaal hetzelfde recept. Een andere functie. Bijvoorbeeld functie fp. Nou, deze is een beetje moeilijk gedaan. Bijvoorbeeld zo. Die kunnen we niet rechtstreeks differentiëren. Dan moeten we eerst de haken wegwerken. Dus dat is dus 8 plus 8e tot de macht 6p. Als we die willen, die functie differentiëren. Nou, de 8 valt weg, is een constante. 8e maal 6p, dat kunnen we gewoon opschrijven. Dat is natuurlijk weer gewoon onze functie. Maal de afgeleide van 6p is 6. Is 48 maal e tot de macht 6p. Oké, dus we hebben hier nu drie functies. Nog even als uitsmijter. Stel dat we hebben e tot de macht 3. En we willen bepalen wat de afgeleide is. Dan moeten we ons heel goed realiseren dat er hier geen x in staat. En in feite staat hier, in feite is dit een constante. Want e, we wisten dat een e dat een constante is, hè? 2,71828, en dan gaan we door. Oneindige reeks. Tot de macht 3. Maar dat is dus een constante. En dat betekent dat de afgeleide gelijk is aan 0. Want een constante, daar kun je geen afgeleide van bepalen. Er zit geen verandering in. Dus dat is belangrijk. Dit is ook goed om op te letten. Dat betekent dus dat als je een term hebt in een formule en daar komt een e in voor met alleen maar een exponent zonder een x, dan kun je dat beschouwen als een constante en dan valt dat gewoon weg.